Ja, er zijn er twee aan elkaar gewaagd, zoals jullie zien. Oh, was jij nou nieuwsgierig? Hoor je mij weer praten? Glitter in het haar heb ik altijd met iedere kerst vanaf kind af aan. Ja, er zijn er twee aan elkaar gewaagd, zoals jullie zien. Oh, was jij nou nieuwsgierig? Hoor je mij weer praten? Ja, hè? Wat verdikkie. Maar in ieder geval, lieve vrienden, een hele goede middag. En weer welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, ja, het is vandaag alweer 24 december, de dag voor kerstmis. Ja. En we leven om 14:33 en dat is allemaal nog steeds wel te verstaan in het jaar 2019. Op weg naar 2020. Ja, dat... Maar ik vind dit zo leuk, hè. Zo leuk. Aan elkaar gewaagd, hè. Ook krijg ik nou eindelijk eens een keer het goede pootje aangereikt. Terwijl ik er niet eens om vraag. Als ik erom vraag, wil ze me deze geven, hè? Ja. Met je mooie snuitje. Nee? Maar ja, ik moet zo meteen ook boodschappen doen. En dan gaat Ewen achter de deur. Want dan blijft zij hier alleen nog in de kamer. Maar het regent en het spoelt. Ja, lieve vrienden, het is kerstavond en zoals jullie zien ben ik er helemaal klaar voor. Ik heb een glitterjurk aan, een zwarte met een zilver draden doorheen. Een zwart vest wat ook glimt. Ik heb de laarsjes aan die ik vorig jaar aan had met de trouwdag, met de trouwerij van Karin en Roderick. Glitter in het haar heb ik altijd met iedere kerst vanaf kind af aan. En ik ben nou 62, ik ben nog een kind, zoals jullie dat zien. Ik vind het leuk, ik vind het prachtig, ik hou van bling bling. En ja, Rijka die legt lekker te slapen. Ook nog maar net, want we zijn net weer beneden, zoals mee naar boven. Emma legt lekker te slapen, met één oog open. Kan er al gewoon niet binnenkomen, nou dan maar niet. Blijft hij toch waar die is, zo is dat hoor. Maar ik wens jullie allen een hele fijne, liefdevolle kerstavond. Ja, en ook een gezegende kerstavond. Ik weet wanneer dit online komt, is het al lang al voorbij. Maar dat doet er niet toe. Ik wens het jullie wel. Weet je? En of het nou achteraf pas komt of... Jullie weten dat dat op goed hart komt. En wie weet of ik het voor elkaar krijg. Ga nog even online. Maar dan moet ik eerst... vanavond zien hoe dat allemaal loopt. Ja, dat ik wens jullie voor nu al het goed voor deze kerstdagen. En geniet ervan met jullie familie, vrienden, kennissen. Of zoals ik met je diertjes kerstavond. Morgen ga ik gezellig met Rijka naar Karin en Roderick. Dus eerste kerstdag zit ik bij hun. Tweede kerstdag ben ik lekker weer thuis. Ja, want ik kom s'avonds alweer thuis. Lekker puh. Ik slaap liever in mijn eigen bedje dan ergens anders waar dan ook. Ook al is bij mijn liefde, bij de dokter, ik slaap dan niet. Ik wil wel slapen. Maar in ieder geval, lieve vrienden. Misschien kom ik vanavond online, ik weet het niet.
dat ik het live doe. Ik weet niet of ik dat moet hebben. Vorig jaar had ik de hulp bij Van Hart. Met Oud en Nieuw was dat. Maar dan moet ik eerst eens zien hoe ik dat allemaal hebben moet. Ik ga nou zometeen eerst eventjes wat lekkers klaarmaken. Dat ik, ja, ik heb zin in wat. Buikje wil ook wat. Ja, enkel ik moet wennen aan die hals. Omdat ben ik niet gewend dat dat zo strak om mijn nek zit. Maar ja, gaat goed komen. Ja, gaat helemaal goed komen. En ik hoop dat jullie me, ja, dat jullie het zien dat ik bling bling aan heb. Ja, het is, ja, hier, het klinkt een beetje anders zitten. Even kijken. Liggies erop? Nee. Dat, nou ja, ik hoop dat het wel gezien wordt. Het is een splinternieuwe jurk. Dus ja, ik ben helemaal happy ermee. En komt allemaal goed. Ik heb mijn booster ook al klaar voor morgen. Alles hangt erop en eraan. Op één tasje mee, maar dat kan in mijn voormandje. Dus dat is geen probleem. En ja, jullie gaan daarbij in, hè? Ja, en ik zet het allemaal zo neer dat niemand erbij kan. Nee, die tas gaat ook dicht. Simpel. Ik zet het scheef neer en dan kan die tas dicht. Mijn stok kan er dan nog bij, dus ja, geen enkel probleem. En mijn eentje voor onderweg. Ik wil toch eventjes wat verhappen onderweg. Ben ik gewend, dus het komt allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, nogmaals, geniet van alles en doe het uit liefde, doe het uit je hart. Ja, maak geen ruzie, doe, hè, zo. Ja, zo. Ik kan het allemaal vanwege die duim, want die duim die doet zeer. Ja, maar in ieder geval doe het uit je hart. Ik zeg het tot straks. Nou, die twee daar, die zijn even aan het gek jagen. Rijnka en Eeuwin. Ja, je hoort me wel, dame. Dat is een teken dat je goed luisteren kan. Hé, Rijnka? Ja, hè? Of niet dan? Is Rijnka lief? Rijnka is ze lief? En Eeuwin dan? Is Eeuwin ook lief? Is Eeuwin ook lief? Ja, hè? Eeuwin ook lief. Eeuwin ook lief. Eeuwin lief. Oh, kijk nou hoe lief we zijn. Eeuwin. Hey. Hallo daar. Geweldig. Kiekeboe. Kiekeboe. Hé? We zijn weer lief, hè? Geweldig hoe die twee met elkaar doen momenteel. Heerlijk. Even een donderjager. Oh, goeie nekje. Ik draai de camera even om. Ja, wel zo leuk. Wat? Doe dat. Doe maar. Doe dat. Ga maar spelen. Ga maar spelen. Ga maar spelen dan. Rijka. Ga maar spelen. Eeuwin. Ga maar spelen. Niet, oh, niet meer spelen dan. Ja? Ja? Bajertje. Wat is dat, Rijka? Rijka. Rijka. Ga heen dan. Ga naar Eeuwin. Kom dan. Kom dan. Kom dan. Ja.
Kom je niet? Deugnietje, je hoed staat ook scheef. Hé. Hey. Ja, je hoedje staat scheef. Zo, mooi meisje. Mooi meisje. Hé, hey, rijk en mooi meisje. Ja, rijk en mooi meisje. Hé, hey, ja, ik heb wel mijn goede jurk eventjes afgedekt. Even weer lekker een dekentje omheen. Hé, hey, ja, en een handdoekje erover, want ik was wat lekkers aan het eten. Oeh, hé, hey, mijn hand is niet een bonk, hè? Boefie. Boefie. Is het Boefie? Oh, er is op tafel voor jou niks te halen. Nee, nee, nee. Mag je niet. Nee, mag je niet. Kom je weer kijken? Hé? En daar zit Eeuwen nu. Hé? Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen een hele, hele fijne avond nog, wat er van over is. Want het loopt tegen 11:45. Ik zeg voor straks welterusten. Morgen gezond weer op en een gezegende eerste kerstdag. Ik zou zeggen, tot dan. Doei!